Welkom allemaal op de opening van de expositie van Inga Moisong. Is het Inga of Inga? Inga. Inga. Oké, dan ga ik vanaf nu Inga zeggen. Het was, ik meen in 2011 toen ik een telefoontje kreeg en een meneer aan de lijn kreeg. Die zei, mijn vrouw schildert buitengewoon mooi, vol trots. En ik zal een paar foto's naar haar toe sturen, dan kunt u ook zien dat ze ook heel mooi schildert. Want ik krijg natuurlijk heel veel trotse echtgenoten en vaders en moeders die mij hun werk van hun gemalen of kinderen aanprijzen. En ik was onmiddellijk getroffen door het prachtige werk van Inga. Dat moet ik erbij zeggen. En ik moest wel zeggen, het is prachtig, ik wil het exposeren, maar we kunnen pas in 2013 ruimte voor u vrijmaken, want we zitten vol. Voor ons is dat heel fijn, maar vaak is het heel lang wachten voor kunstenaars. Voor ons ook een geluk dat we zo lang moesten wachten en zij ook lang moesten wachten, want in die tijd werd er een prachtige roman geschreven door Karel Oostijn, die naast haar staat, haar man. Dit is een fictieve roman, maar zij speelt wel de hoofdrol onder een andere naam daarin. Naar kunst wordt benoemd. Echt de moeite waard om te lezen. Kunt u via www.lulu.com kunt u het bestellen. En anders bij mij als u er interesse in heeft. Vorige maand kreeg ik te horen dat er een prachtige reportage werd uitgezonden op Arte Kunst TV. Dus de ster van Inga is stijgende. En daarom is het extra mooi dat wij haar vandaag kunnen verwelkomen in onze galerie. Ik kan u een heel ingewikkeld verhaal vertellen. Ja, het is religie, het is liefde, het zijn taartjes, het zijn snoepjes. Het snijdt aan de zelfkant, het snijdt, het manoeuvreert zich tussen het toelaatbare en niet toelaatbare. Het is allemaal heel mooi, de kleuren, de beelden. Maar ik ga het verwoorden in een stukje gedicht. Of proza. Het eten van candy op het podium. Innerlijke ruimte vormgegeven door de pareleter. In een wereld die zich parallel met de werkelijkheid beweegt. Mijn ik is een doorgeefluik, brood van de engelen. Vertekende werkelijkheid, een teddyberenjacht. Deze gefragmenteerde herinneringen in mijn persoonlijke tijdslijn zijn collectief herkenbare beelden die ouder zijn dan mijzelf. Kijk papa, wat gebeurt er met mij? Het zijn ware geschilderde afdrukken van het landschap van mijn ziel. De kleine jongen in mij roept om zijn vader. Het tienermeisje in mij heeft de teugels in handen. Genetisch materiaal wordt zichtbaar voor iedereen, gelijk een familieportret. De man in het roze pak, de grijze wolf, heeft mij lief. Geheim nachtleven om grip te krijgen op hetgeen ze begeerde. Papa, papa, wat gebeurt er met mij? Zo wordt mijn werk een sleutel waarmee de toeschouwer de deur kan openen naar zijn eigen binnenste. Ik poep gebakjes op de tafel en iedereen viert feest. De mens beweegt zich op één lijn van emoties. Die loopt van seksualiteit via creativiteit naar het zoeken naar God. Op en neergaand, afhankelijk van het stemmingsniveau waarop hij zich bevindt. Religie, kunst, filosofie, literatuur en wetenschap, onszelf projecterend in de buitenwereld. De lichtbrenger, de schutsengel, de rol van de wijze die het kind in ons laat spelen, maar het af en toe bij de hand neemt om het bij te sturen. Het meisje met de punthoed en de muffinjongen verdwijnen in de roze mist om samen taarten te gaan maken. Dank u. En hierbij is de expositie geopend. Twee dingen. In het toilet hebben we nog een kleine mini-expositie van Piotr van Moog. Het is bijna traditie geworden. Die kunt u bekijken als u een kleine of grote boodschap brengt. En we hebben Julie Scott, onze zangeres troubadour uit Den Haag. En we zijn heel blij. Ik ben heel blij dat ik haar aan kan kondigen. Dus Julie, de microfoon is voor jou. In time to make the focus I have been missing. I'm in heaven, nobody. Oh,
talk about how I see. I'm in heaven, nobody can hurt me. Am I green? Colored coffee is cold. I'm rolling under the sofa. And I seem to recall him, my lover, rolling under the kitchen floor. And I'm gone, gone, gone go.